Jongens, PlayFanaal, mijn Aspik en welkom bij deze splinternieuwe video. Vandaag gaan we een Team Season Pack opening doen. En ik heb gisteren al een pakketje geopend en daar kreeg ik dit uit. Ja. Oh. Oh! Holy shit! Gast! Ja jongens, gewoon Diego Costa. Het was echt heel random. Ik opende 1 totspack en dat gaf me de hoop. Ik heb hier weer 2 tradable totspacks. We gaan er nog meer maken, maar ik heb er nu even 2. En ik ga me allebei openen. Doe even je duimpje omhoog, dan krijg ik extra veel geluk. En als je abonneert en even de belletje aanzet binnen 4 seconden, dan ga ik zeker weten een team op de season packen. Dus 1, 2, 3, 4. Heb je het gedaan? Nou, als je het niet hebt gedaan, we gaan sowieso een team van de season pakken. Want het zijn de gegarandeerde 1 gouden speler uit een willekeurig team van de season pakket. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik heb helaas geen 125k pack met zo'n tots erin. Die je kan krijgen uit die SBC's. Iedereen nu kreeg van die rewards en shit. Want ik heb de Xbox had ik nog niet zo lang. En toen had ik die SBC's nog niet gedaan. En ja, dat dus. Maar in ieder geval, we gaan gewoon beginnen met het allereerste pakketje. We gaan de no look pack doen. Want laten we gewoon zo starten in het begin. Dus ik draai mijn stoel om en dan klik ik. En ik kan nu niks zien, maar er kan niet in zitten. En er kan niet niks in zitten. Jullie horen waarschijnlijk echt van mute, maar het maakt niet uit. Omdraaien. En ons eerste pakketje is Elia. Nou, shout naar Feyenoord. Alleen word ik er niet blij van, want hij is niet zoveel waard. Ik denk dat hij echt maar 20-30k waard is. Ja. Yeah. Oké, in ieder geval, we gaan de volgende openen. Ik ga de dab pack doen. Dus we dabben en dan openen hem. Dus dab. En dan pakken we weer geen wallcode. Echt serieus. De eerste 2 pakketten zijn geen wallcode. Spits. Oh. Het zijn wel allebei 87's. Als het dan heel awkward is, is dat nog het chillste. Want dan hebben we nog iets van, zeg maar, handig is bij de SBC's. Maar ja. Ja, ja. Maar ja, ondertussen dat ik dus deze SBC aan het maken ben. Weer een tradable natuurlijk. Want ja, hé, hey, we gaan wel tradable doen. Zal ik even vertellen over wat mij is gebeurd? Want ik had dus zo'n totspack gemaakt voor de grap. Het was echt gewoon 1 uur 's nachts of zo. En we dachten, ik en Jesse, ik weet niet of je hem kent, we dachten zo van laten we gewoon eentje gaan openen, allebei. En ik opende letterlijk 1 en ik pack gewoon Team of the Season Diego Costa. Ik was echt zo helemaal van, what the fuck, hoe, hè? Hoe is dit mogelijk, weet je wel? Maar ja, het kwam even zo 1, 2, 3. En ja, ik vond het wel chill, want hij is gewoon 220k waard. En daarmee kunnen wij gewoon weer heel veel pakketjes openen. Dus ja, ik had er 0 problemen mee, als ik eerlijk ben. Dan hebben we de volgende ook af, let's go! Op Sake. En die gaan we complete. En hopelijk trek ik weer even een wallcode uit. Want ik wil wel gewoon weer een wallcode. Als ik zeg maar nog een goede tots krijg, dan ben ik gewoon meteen klaar. Dan hou ik op. In ieder geval. Oké, we gaan even die tactiek doen. Die tik, 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 tik. Zo'n switch tactiek. Zo van, hé, ik switch. Kijk dit. En dan gaan we klikken. Wallcode, wallcode, wallcode. Gewoon even blijven hangen in het begin. Ik wil niet 3 pakketjes openen en 3 keer geen wallcode. Alsjeblieft. Oh mijn god. Waarom krijg ik geen wallcode? Wat is dit? Rechtsmidden, Portugal. Oh, die heb ik al een keer gekregen. Martins, hij is wel fucking goed. Maar ook tegelijkertijd weer niet. Oh. Nou jongens, daar word je niet gelukkig van. En Martins in de pack. We gaan even FIFA opnieuw opstarten. Want ik had net allemaal spelers gekocht, maar die ben ik opeens kwijt. En die heb ik nog niet in de SBC gestopt. Dus dat vind ik een beetje apart. Misschien is het een bug. Hopelijk wel. Oké jongens, de spelers waren terug. We gaan nog 1 pakketje openen. Als daar geen wallcode in zit, dan ben ik zeg maar out of coins. Maar ik wou zeg maar jullie die Team of the Season Costa laten zien. En ik dacht, dit is de enige manier. Dus als wij echt niks krijgen uit het volgende pakketje, dan ga ik nog wat pakketjes openen met gewoon FIFA points. En daarmee krijg ik dan weer spelers. En dan kan ik nog wat, dan kan ik misschien nog een pakketje maken of zo. Maar ik jongens, even eerlijk hè. Als je 4 pakketjes opent, dan moet die toch wel een wallcode zitten. Tenminste, als daar geen wallcode in zit, dan heb ik echt heel veel pech. Maar we gaan het zien. Ja, ja, ja. We gaan het zo zien in ieder geval. Oké, alle spelers zijn ook weer ingekocht. En dan gaan we nu naar de SBC toe. En die gaan we in elkaar zetten. En als ik het met extra veel liefde doe, dan moet het toch wel goed komen. Oké, we hebben een totspack. Als hier geen wallcode in zit, dan word ik heel mad. Ik kocht gewoon 2 wallcodes. Dan heb ik 2 wallcodes in een video. Dat is meer dan genoeg. Dat vind ik goed. Dat vind ik nice. Kom op. Geef me het. Het is gewoon geen wallcode. Het is gewoon geen wallcode. Spits. Fucking. Tief op. Houd je bek. Het zou trouwens echt geniaal zijn als we uit een van deze 15k packs een tots krijgen. Maar dat ga ik echt niet verwachten. Ik ga de meeste gewoon skippen. En zeker voor jullie. Want het is gewoon echt. Ik ga gewoon alles in mijn club opslaan. Maar ja, ze zijn gewoon echt niks waard. Dus ja. Als ik ooit iets uit een 15k pakketje krijg, dan is het echt ongelooflijk. Want ik heb ooit een keer 12.000 FIFA points eraan geopend. En ik kreeg
helemaal niks. En toen dacht ik eerst van, oké, die ga ik nooit meer openen. Nou, hoe verpest je heel snel 35 euro? Open deze packs. Ik had niet verwacht dat ze zo slecht waren. Ik wist dat ze slecht waren en ik had er ook geen hoop bij. En nu packen we letterlijk ons beste pack met 83 credit, maar... Ik wist niet dat ze zo slecht waren. Oké, nou dan gaan we nog even een SBC pakketje maken. En dan zie ik jullie weer. Die gaan we openen. En dat is dan het laatste pakket van deze video. Voor jullie duurt dat 3 seconden, voor mij een kwartier. Dat is altijd wel jammer. Oké, en die hebben we gecompleteerd. Het wordt het allerlaatste pakketje. En we gaan kijken of hier dan een tots in zit. Ik weet niet of dit een korte video is of gewoon normaal. Ik heb geen idee. Als het iets van 5 minuten is, is het gewoon normaal voor mij dan. Oké, we gaan hier openen. En als het geen walkout is, dan heb ik heel veel pech. Ja, dan is het maar zo eenmaal. Oké, mijn 5 pakket. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Doe jij duimpje omhoog. Abonneer als je dat niet hebt gedaan. Ik pak gewoon geen fucking walkout. Oh, maar we hebben wel Costa gepakt, dus ja, daar zijn we blij mee. En echt, oh, ik ben klaar met Team of the Season. Ik ben klaar met packs openen. Misschien nog bij de futties een paar, maar deze echt fuck de packs nu. Yo, mijn naam is Mick. Mick out!